Meneer Tachy, ik kom bij u. Op uw dagvaarding staat medepleger liquidatie Eragiep. Medepleger voorbereiding liquidatie Skekic. De broers El Margai, Boezou en medepleger liquidatie Skekic. Dat is Kreta. Medepleger poging liquidatie Ahabad. Dat is de zaak Tennis. Medepleger voorbereiding liquidatie Midat. Dat is de zaak Doorn. Medepleger liquidatie Shangazi. Dat is de zaak Roos. Leidinggever aan een criminele organisatie. Medepleger voorbereiden teweegbrengen ontploffing. Dat gaat over de Spice Shop. Medepleger liquidatie Bakker. Dat is de zaak Rudolf. Medepleger poging liquidatie Kok. Dat is Raspvel. Medepleger poging liquidatie Baddo. Dat is de zaak Plato. Medepleger poging liquidatie Kok en liquidatie Kok. De zaak Zeilboot. Medepleger liquidatie en voorbereiding liquidatie Belhatsch. Dat is de zaak Aker. En medepleger voorbereiding liquidatie Eragiep, Ster en Vachtali. De rechtbank heeft gelezen wat u verklaard heeft bij de politie, althans de verhoren daarvan. U heeft zich voornamelijk op uw zwijgrecht beroepen bij de politie. Wilt u vandaag iets zeggen op die verdenkingen? Vooralsnog heb ik nog niks te melden. Niks te melden, oké. Okay. Nou, ik heb dezelfde vraag aan u die ik ook aan meneer Mauromo had. Maar daar geldt het antwoord wat uw advocaat al heeft gegeven. Dat wordt nog nader besloten. Of u iets als getuige gaat zeggen. Het kan zijn dat we daar, laten we zeggen, in de komende weken van de advocaten vragen of ze daar dan op schrift iets over willen zeggen. Want dat is natuurlijk voor het maken van een planning voor ons wel praktisch.